Hallo iedereen en welkom bij onze nieuwe video van de Sims 4. Ja, dat je het weet, ik heb het spel nog nooit gespeeld. Ja, onze vorige video was een beetje mislukt, dus we hebben het spel verwijderd. We gaan terug opnieuw beginnen met het spel. Dus de mannetjes maken en het spel bouwen. Maar het spel uit huis bouwen bedoel ik. Ja. Het huis bouwen gaat waarschijnlijk voor de volgende video zijn. Ja. Dus we gaan beginnen met het spel. En we kunnen hooguit nog maar zo'n half uurtje spelen, want dan moet ik toch weg. Ja, 24 minuten nog maar. Dus we gaan een beetje voortmaken. Ja. En wie gaan we hier maken, meneertje? Mijn broer als eerste. En dan wordt zo'n haar. Ja. Zoiets hadden we de vorige keer ook. Mm-hmm. Dus dat houden we van. En dan hier, de vorige keer hadden we dat ook natuurlijk, een pil. Met touwtjes, dus we doen het zo. En ja, we gaan verder naar de broek. En die broek, hij draagt meestal zo'n broek en dan in het zwart. Of een blauw, meestal in het zwart, denk ik. Dus even aan zijn schoen doen. Ik vind deze schoen wel mooi. Ja. Deze schoen is ook wel mooi. Ja. Deze schoen ga ik bij mij doen. Ja. Dus. Hij is graadmager, een beetje minder gespierd. En dan is dit hem. Accessoire. Ah ja, accessoires natuurlijk. Zijn alleen lekker brillen. Accessoires. Wat is dit? Kan je bril doen? Zullen we dat haar? Het is nog wel last, nee. Tik even nu al de naam in even. Tik de naam in. Matthias. Van Zandbeek. En dan, wat hadden we gezien, maar hè? Een groot blij gezin vond ik wel. En dan, ik vind mijn broer wel zelfverzekerd. Mm-hmm. Ik vind hem wel een beetje lui. Ja. En alsnog vind ik hem wel op familie gericht. Dat heeft ook heel veel te maken met een groot blij gezin. Dus dat wordt hem. En het is er ook stikheet. Ja, het is echt stikheet, dat snappen we echt niet. Accessoires. En nu kan ik wel een bril doen omdat we nu op zijn gezicht staan. Dus. Deze bril vind ik er wel bij passen. Ja. Maar ik kan hier geen blauw bij doen. Ja, deze kan ik wel een beetje blauw doen, dus dan ook deze. Die hadden we ook vorige keer. Ja, die hadden we vorige keer ook, dus daarom. En ja, dit is hem dus. Dat is meneertje Matthias. Ja. Meneertje idioot. Dus de video's van mannetjes maken gaan niet super lang zijn. Allee, de ene video van mannetjes maken, we maken dus vier mannetjes. Mijn broer, mijzelf, Mauro naast mij en Mauro zijn zus. Dus we maken kind. Ga je gang, maak mijn manneke. Jij bent motoriek. Een onstuimige rapper. En dan... Ja, de vorige keer hadden we actief. De... Dat staat helemaal aan de eerste. Actief. Ja, ik doe het even weg. Computer. Okay. Actief. En dan, ja. Yeah. Ja, eerst gezicht aanpassen. Zoiets? Ja, zoiets past wel. Fucking accessoires. En dan haar. Nou, wat we de vorige keer hadden, dat was dit, denk ik. En iets anders hadden we. Maar dit vind ik er ook wel bij passen. Ja. Ja, dit vind ik er ook wel bij passen. De vorige keer, ga eens naar onder. Ja, we kunnen hier naar onder. En naar boven dan. De vorige keer hadden we deze. Ja, deze pakken we. En dan bruin, donkerbruin. Ja. Ah ja, zoiets. Dat kan ook. Een van die twee. Yes.
Wacht, dat is niet. Nee, gewoon niet. Nee. Iets minder dik. Is vereist. Zoiets. En jou wil ik nog iets maken. Die kleren? Die kleren zijn wel mooi, ja. Die broek in het groen? Deze broek in het groen. Die achterste bij de eerste rij. En je schoenen? Die. En gewoon in het zwart. Oké. Ja, dan ben ik dit. Dat. Perfect zou ik zeggen. En dan komen. Je hebt twee hoofdletters. En bij het wit, we gebruiken onze echte namen. Ja. Fout weet ik. En zonder beek. Aan de het kan zijn dat je ons niet goed ziet op de webcam, want de webcam staat eigenlijk iets te dicht bij ons. Kunnen even ja, ik zal de computer een beetje achteruit schuiven. Okay. Zoiets. Perfect. En dan even kijken, ik ben geen huisgenoot, ik ben een broer. We maken gewoon iedereen broers. Ja. En ik dacht er misschien aan, voor als Mauro en ik in het pel, zeg maar, jong volwassenen zijn, om dan met ons twee een lief te gaan zoeken in de Sims. En met ons twee en die lief te verhuizen. Ja. En dan ben ik weer. En nu mag ik maken en Mauro. Ja. Geef maar. De fuck deze bikte. Oh my god. Is het goed? Dit is te cool. Al dit. Nee, dit ben je. Een kind. Wauw. Dit ben je. Zo. En dan tik nu al maar even je naam. Nou. Van de smissen. Nog. Dus. Ja. Eigenlijk zijn we helemaal geen broers, ik en Kobe en zo. Nee, man. We zijn wel beste vrienden. Tuurlijk, zoals altijd. Ik raak me de kop niet aan. Ik weet dat ik een leuke kop heb, maar dat raak ik niet. Dus oké, we kijken. Wat doen we met die webcam? Met hem zetten. Ja, dus die staat wel goed, denk ik. Als het niet goed staat, sorry. Ik ben de laatste nacht bij mijn meid geslapen, in mijn zolder, open raam. Ik sta veel beter en ik ging mijn vel kapot te krabben. Dus beter om inderdaad te wrijven en niet te krabben, want dan schrapt het nog eens open. Ja. Jou vind ik ook een ontstaande rakker. En jij. Zelfs mijn vader gaat open. Dat straks hadden we goed, dat ik hou gewoon goed. Ja. En mijn zo zeker lelijk. Nee, dat ziet er helemaal niet uit. Mama, ogen kijk. Wel. Ogen zijn al wel de goede kleur. Je botten. Fuck die look. Dus, even kijk. Echt niet. Nee, fuck you. Wat vind ik iets voor jou? Ik vind dit wel. Ja, dat hadden we. Ja, dat hadden we daar straks al. En dat past nog wel best goed hè, als je naar de kapper gaat en die zijn opa is natuurlijk kapper. Hier in de straat. Brulstraat 5. Ja, Brulstraat 4 dan. Brulstraat 4. Ga daar je haar laten knippen. In Bierbeek, in Love and Jewelry. En abonneer ook op dit kanaal natuurlijk. Het zou ons erg helpen. Dat zou altijd leuk zijn. Dus, en dan jouw pulletje, broesje. En zelfs mijn accessoires niet vergeten. Oh ja, brilletje. En nu lukt het wel, maar straks werkt hij dan niet. Okay. Ah, maar dat straks ook niet bij je gezicht. Ja. Dus deze? Ja, dat lijkt ook. Perfect blauw, perfect zo de dikte noemen. Dat lijkt bijna precies op mijn bril. Ja, alleen is bij jou aan de zijkant zwart, maar dat is onmogelijk bij dit spel. Ja. Als jij weet hoe het wel kan, laat het dan achter in ieder geval. Ja.
En dan even naar jouw kleding gaan kijken. We zijn ondertussen al 10 minuten bezig. En dan nadoen we nog één manneke doen. Strik je echt niet? Draag je soms een polo? Echt niet. Een polo is toch mooi? Blauw? Vind je dat mooi? Ik vind, ik heb gewoon tops. Ik vind dat wel mooi. Bij de voetbal hebben we ook een polo. Wat dit misschien? Ja, dat vind ik wel cool. En dan een blauw. Blauw, please. Ik hou van blauw. Oh ja. Of we kunnen ook iets coolers doen. Oh ja. Maar dan in het rood en blauw gaat dan niet. Ja. Probeer. En weet je wat? Of panta. Dit? Ja. En in blauw. Gaat dan in blauw? Dit kan dan maar. Dit kan maar. Oh ja, dat is nice. Maar bij mij wil ik dat stoere blouse hebben natuurlijk. Gewoon stoer. En dan in het rood. Perfectie. Gewoon perfectie. En dan naar jouw manke terug gaan. En dan een broekje en een zwembroekje. Nee. Een jeanbroek. Of een korte broek. Ah, doe maar kort. Dit. Echt nee. Daar hangt gewoon een pull aan. Echt nee, ik moet niet hopen. Heb je iets mis met pull? Blauw, please, dank je. Niet discriminatie door pullen. En die schoenen moeten weg. Echt nee, ga maar omlaag. Of deze. Nou, maar. Die zijn vet, hè. Dan, deze heb ik al en dan, Die vind ik ook wel mooi. Ja, ja, prachtig. Kleur is ook goed. Accessoires, niet vergeten. En de armband en horloge. Horloge in rood, blauw. Een armband ook in groen zou ik hem doen. Ja. Dus en dan. Ja, naar de laatste. Nu zijn we al 12 minuten bezig, dus we moeten wel een beetje doormaken als we nog een huisvideo willen maken. Want waarom ik ben 12 minuten weg? Dus even. Eigenlijk hebben we dat wel gedaan bij mij. Wat? Hebben we dat wel gedaan bij mij? Ja, ik had een stem rakker en goed. Dat kan niet. Dit niet. Nou ja. Van de zes. Dus en wat doen we dan? Oh, dit hadden we de vorige keer misschien niet gedaan bij Elis. Ja, dat hadden we niet gedaan. Oh, maar. Echt niet. Alleen geen man. Ik bedoel kind natuurlijk. We moeten dit natuurlijk nog doen. Jouw kinderen zijn. Ook motoriek. Hadden we daar eigenlijk wel gedaan bij mij? Bij jou? Ik denk het wel, ja. Onderstand erop, ja. Maar bij jouw zus vind ik eigenlijk wel. Ah ja, ook een onderstandgerak, want die gaat echt, die ging echt naar school voor pesten. Ja, die zijn dan kwaad aardig. Later ga ik haar ook echt gemeen maken. Als tiener wordt extra ding gemeen. Ja. Yeah. Dus. Dan haar haar. Is echt lelijk. Mm-hmm. We kunnen haar echt gewoon, ah nee, dat gaan we niet met die natuurlijk, kut haar. We doen gewoon dit. Super lelijk. Ook al is dat, dit valt daar best nog wel mee. Ik heb deze keer het super leuks om te doen. Om haar echt tenen te maken dat je niet kan. Of je het rood niet. Dan lijkt meer op iemand ergs hoor. Lijkt bleek en dan rood haar. Ja. Ja, ja, ja. En dan zwarte schoenen en rode. Rok natuurlijk, zoals er straks. Dezelfde. Omhoog. Staat hij? Ja, is omlaag. Omlaag. Of deze. Oh ja. Dat ook. Dat is perfect. Dat is gewoon perfect. En dan even schoenen. Ja, deze. Net dan. Ja, dit. Dat zie je toch niet gewoon zo. Holy shit, wat is dit voor een pier? Zwarte rood. En nee, dat doen we niet. Oh my god. Zo. Dat is wel cool, hè? Mhm. Strik op haar kat. Ja, dat is een vastgemaakte. Oh my gosh. Deze kleding is nog veel beter dan daar straks, nog een busje. Mm-hmm. Dus even zorgen wel dat ik in de webcam kijk. Dus dit is onze familie. Dames en heren, we gaan even nog iets doen. Misschien kun je nog een heel klein beetje langer blijven. Nee, dat echt niet, dat echt niet, dat is vatsig. Bij jou, ze is bij jou.
Ja, dat is top. Ik ben Matthias. Oh, nog niet. Ik, nee. Ik moet eerst nog iets doen. Mhm. Nou ja, dingen hier. Ja, en daar is iedereen op. En bij mij haar zussen. Ja. Ah, dat staat al. Omdat je daar broer stond. Oké. Okay. En we hebben zelf wel van. Ik hoop dat ik bij jou sta. Nee, dat is niet zo'n leuke foto. Eeuw! Nee, dat wil ik. Oké, okay, dat is beter. Ja, wij twee en dan zit daar Maya Erik van te doen. Oké. Okay. Want daar straks hadden wij mijn zus rood gemaakt. Ja. Puur rood als een duivel. Maar dat is minder erg als dit. Ja. Dit is meer een duivelskindje. Nu gaan we onze plekken zo kiezen en... Ik denk dat we... Ja, gaan we nog eens hier doen? Of ja. Hier? Nee, hier. Hier. Oké. Okay. Dus jongens, tot de volgende video. Peace out. We komen... Zelfs al gaan we een nieuwe video maken. Dus tot ziens. Peace out.